Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video is het thema It All Depends. En ben jij nieuwsgierig wat ik daarmee bedoel? Dan zeker blijven kijken. It All Depends, dat is Engels voor het hangt ervan af. Ik denk dat It All Depends, dat hangt ervan af, dat eigenlijk wel de juiste vertaling is. En dat is eigenlijk waar we in de paardenwereld wat meer naartoe zouden mogen. Je ziet in de paardenwereld heel erg veel. Het moet zo en het moet zo. Ik weet dat er groepen zijn op Facebook. Als je daar een paard hebt met ijzers onder bijvoorbeeld. Nou ja, het is dat ze je niet persoonlijk kunnen afslachten. Maar ze zouden het wel graag doen. Bij wijze van natuurlijk. Maar ik merk dat je daar echt heel... En ik zie dat eigenlijk over het hele internet vooral. En of het niet alleen in de paardenwereld. We hebben het niet voor niks ook wel eens over de moedermafia bijvoorbeeld. Ook daar waar het kinderen betreft. En toen ik een hond kreeg, toen had ik ineens een pup. En in de paardenwereld sta ik ondertussen aardig bekend. Iemand die weet waar het over heeft. Maar in de hondenwereld kent helemaal niemand mij. Terecht. Maar mensen hadden dus ineens, ik had het echt nog nooit meegemaakt, allemaal een mening over wat ik met mijn pup deed. En hoe ik mijn pup trainde. En wat ik van hem vroeg of wat ik hem leerde. En ik had dus, wat is dit? En nee, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Met paarden heb ik dat echt nooit. Want er is niemand die tegen mij nog zegt, je moet het zo doen of je moet het zo doen. Tenminste, niet rechtstreeks, misschien achter mijn rug om. Maar niet rechtstreeks tegen mij. Dat is, want ja, mensen kennen mij natuurlijk als iemand die best goed weet wat ze wil. Maar in de hondenwereld liep met mijn hondje op het veld. En dan deed ik iets met hem. En dan zeiden mensen, nee, maar dat moet je niet zo doen, dat moet je echt zo doen. En ik dacht, waar bemoei jij je eigen mee? Ik bedoel, ik weet heus wel zelf wat ik doe. Maar dat is wat ook in de paardenwereld heel veel speelt. En we hebben het hier dus niet eigenlijk alleen over de paardenwereld, we hebben het eigenlijk over de hele wereld. Want it all depends geeft aan, het hangt ervan af. Het kan van situatie tot situatie verschillen. Ieder mens en ieder dier is anders. Dus als ik met mijn paard iets doe, dan hoeft dat niet te betekenen dat dat werkt voor jou en jouw paard. En het kan wel werken, maar het hoeft niet te werken. En dat betekent dus ook dat er nooit een situatie is die bij op ieder paard of ieder mens betrekking heeft. Ik houd in deze video ook even echt op paarden, op de paardenwereld. Maar ik denk dat er mensen zijn die het dus inderdaad ook herkennen als ze helemaal niks met paarden hebben. Maar wel iets hebben met kinderen of met honden of met andere dieren. Dus op het moment dat wij met onze dieren aan de gang gaan en voor dieren zorgen, voor onze paarden zorgen, dan doen wij dat op een manier die naar ons idee de beste is. En als je dat voor ogen houdt, dat is het eerste wat heel belangrijk is. Jij doet de zorg voor jouw dier op een manier die voor jou, naar jouw mening, het beste is. En wat het beste is, kan ervan afhangen. Kan er afhangen van in welke stad je woont. Van wat voor een dier je hebt, wat voor een paard je hebt. Het kan ervan afhangen, ja, wat voor persoon jij bent. Wat jouw visie is en wat jouw normen en waarden zijn. Wat jouw doelen zijn. En al die dingen maken dat jij ergens voor kiest. Ik ben bijvoorbeeld als persoon een heel groot voorstander van ijzerloos. Ik denk eigenlijk dat geen paard ijzers nodig heeft. En mijn paarden staan dus ook zonder ijzers. Ik wil geen ijzers onder mijn paarden, dat zit het hoefmechanisme in de weg. Als ik veel over straat rijd, dan zorg ik dat ik dat opbouw en daar pas ik me op aan. Ik verwacht dus niet dat mijn paarden ineens weet ik hoeveel kilometer over straat kunnen zonder dat ik daar op train, zeg maar. Nee, ik ben absoluut een voorstander van ijzerloos. En toch staat Jouke nu met twee ijzers voor. Waarom? Nou ja, als je de video hebt gekeken over wat er met Jouke is. Jouke, die heeft een gebroken hoefbeentje. En het ijzer wat hij nu onder heeft, dat fixeert de voet, zodat die breuk tegen elkaar aanblijft, zodat die breuk kan genezen. It all depends. Ik wil geen ijzers, maar in deze situatie ben ik heel blij met de mogelijkheid dat er ijzers zijn. Mijn paarden staan de winter zonder dekens. We mogen lekkere teddyvacht bouwen. Dat vind ik helemaal niet erg. Jouke staat de hele zomer al in een eczeemdeken. Hij heeft zomerexeem. Dus ik vind het heel lekker voor hem dat hij dekenloos de winter in kan. Dat vind ik gewoon lekker voor, want anders staat hij het jaar rond met een deken op. Daarbij vind ik het altijd een ontzettend gedoe om te beslissen welke dekens erop moeten en wanneer die erop moeten en wanneer die eraf moeten. En oh god, hoe warm gaat het worden? Is het nou warm genoeg? Is het koud? Allemaal gedoe. Die paarden kunnen dat prima zelf regelen. Die hebben een prachtige vacht. Komt helemaal goed. Een paar jaar terug heb ik een jaar lang een Lusitano gehad. Die had ik dus ook lekker zonder deken op de wei staan. En die haalde ik op een gegeven moment op een gure dag van de wei af. En gingen we rijden en dat paard liep niet goed. Nou, ik had daar mijn reisgetrice, die ook veel verstand van beweging heeft bijgehaald. Ik zeg van kijk eens mee. Want hij loopt niet goed. En ik heb het idee dat het uit zijn rug komt.
En zij heeft ook werkt ook op een manege. Zij ziet dus heel veel paarden. En zij kijkt naar hem. En zij zegt dus van, nou, ik denk dat hij het gewoon koud heeft. Gooi er maar eens een deken op. Ik heb er een deken op gegooid. Een dag later pak ik hem. Niks meer aan de hand. De hele winter lang liep hij zuiver. Met zijn lekkere warme dekentje op. Dit paard had het dus gewoon koud. Hij stond echt niet te rillen. Maar hij kreeg wel dat hij dus zijn spieren in zijn rug begon te verkrampen. Omdat hij het koud had. Ja, dan kan ik wel willen dat hij zonder deken gaat. En dan kunnen mensen wel vinden dat een paard het prima doet zonder deken. Maar voor dit paard werkt dekenloos niet. Hij stond met onbeperkt hooi, dus hij had voldoende brandstof. Maar hij had het gewoon koud. Nou weet je, dan gooien we er een deken op. Want it all depends. En dat is dus eigenlijk wat ik bedoel met it all depends. En ik zie mensen die horen dan, oh, ik mag mijn paard niet op een deken. Ik mag niet met een bit rijden. Ik moet er geen ijzers onder leggen. Ik moet klikkertraining gaan doen. Ik moet natural horsemanship gaan doen. Ik mag mijn paard niet op stal zetten. Noem maar op. Wat hoor je dan niet allemaal? Wat je zou moeten en zou willen en zou kunnen. En it all depends. Blijf kijken naar jouw paard. Blijf voelen wat bij jou past. Want ook als jij ergens zelf van overtuigd bent, kan het zijn dat in een bepaalde situatie jouw paard toch om iets anders vraagt. En in zo'n geval is het alleen maar belangrijk dat je flexibel bent en blijft meeveren. Dat is het enige wat je ook kan doen en zou moeten doen. Want it all depends. En laat je dan dus ook niet een gevoel aanpraten dat jij slecht voor je paard zorgt. Dat je niet aardig genoeg voor hem bent. Dat je niet voldoende naar zijn welzijn kijkt. Of wat dan ook. Want niemand staat in jouw schoenen. Niemand loopt jouw route. En niemand weet wat voor jou op dat moment het beste werkt. It all depends. En dat geldt voor jou en dat geldt voor ieder ander ook. Dus ook als jij naar een ander kijkt die iets doet waarvan jij denkt, waarom doe je dat? Nog een voorbeeldje wat me nu te binnen schiet. Ik heb een keer, kwam ik bij iemand lesgeven, een klant, en die had welzijn heel hoog staan. Maar haar paard stond in zijn eentje op de wei. Geen andere paard in de buurt, hij stond er helemaal alleen. En dat verbaasde mij, want ik denk, goh, je vindt welzijn zo belangrijk. Je bent echt heel bewust bezig met jouw paard en zijn welzijn waarborgen. En ze staat hier alleen. Dus ik heb het gevraagd aan die vrouw van, goh, waarom staat jouw paard alleen? En ze zegt, oh, ik ben zo blij dat jij het mij vraagt. En dat je niet meteen begint te vertellen dat ik mijn paard niet alleen zou moeten laten staan. Want mijn paard heeft een trauma met andere paarden. En ik wil er wel een maatje bij kopen. Die moet ook kleiner zijn dan zij, want anders is het bedreigend. Maar ik wil eerst dat deze plek waar ze nu staat echt van haar wordt. Dat zij zich hier helemaal thuis voelt. En dan pas gaat er een vriendje bij komen. Want ik weet hoe belangrijk het is voor paarden om niet alleen te zijn. Maar voor dit paard is het nu te bedreigend om samen te zijn. It all depends. En dat is eigenlijk wat er nu in deze video terugkomt, hè? It all depends. Het hangt ervan af. Iedere situatie is anders. En maar soms is het voor dat paard gewoon niet het juiste. Soms heeft hij iets anders nodig. En zolang je dat kan zien en zolang je flexibel blijft daarin, zit je eigenlijk altijd goed. Zolang welzijn voor jou op één staat en je kijkt naar het paard en vanuit het paard handelt, dan zit je altijd goed. Wat anderen ook zeggen. Mensen staan niet in jouw schoenen, die weten niet jouw situatie. En mensen zijn altijd heel snel met oordelen. En dus ook als jij zelf kijkt naar anderen, probeer je oordeel even tegen te houden. Probeer niet meteen veroordelend te zijn. Tuurlijk mag je ergens iets van denken en van vinden. Ik dacht ook toen ik dat paard alleen zag staan van, wat gek. Want het is voor het paard niet fijn dat ze alleen staat. Ik had daar ook een mening over. Maar ik ventileer die mening niet meteen. Ik ben nieuwsgierig en ik vraag naar de beweegredenen van die ander. En dan kom je ook nog eens iets te weten. Maar het voornaamste is, je laat die ander in zijn waarde. Heel belangrijk. Dus ook als jij zelf kijkt naar anderen, probeer niet meteen te oordelen. Probeer niet meteen te wijzen. Probeer niet meteen te denken, ja, maar ik heb geleerd dat het zo het allerbeste is. Mocht je trouwens veel wind horen, het waait vandaag inderdaad echt heel hard. Dat zie je misschien ook wel aan mijn haren. En aan de haren van de paarden misschien ook wel. Ja, ik hoop dat de microfoon vooral mijn geluid oppakt. Maar realiseer je dus enerzijds dat als mensen jou veroordelen, jij weet wat voor jou de situatie is en jij weet wat voor jullie het beste is. En dat betekent niet dat je niet naar een ander kan luisteren. Hè? Als iemand goede argumenten heeft, kan het best zijn dat je wat nieuws kan leren. Ben niet bang om wat nieuws te leren. Alleen, jij kent jouw situatie het beste. En als jij iets wel overwogen hebt besloten, dan heb je dat wel overwogen besloten.
En let er dus op dat je je niet laat veroordelen en laat het je niet onzeker maken. Want dat zie ik veel bij mensen. Ze voelen zich onzeker omdat anderen er van alles van vinden, terwijl ze er eigenlijk heel goed over nagedacht hebben. En als jij er dus heel goed over nagedacht hebt en je doet iets anders wat de mainstream vindt dat je zou moeten doen, je weet wat je doet. En daar doe je het voor. Ik ben heel benieuwd of jij iets hebt waarvan je zegt van goh, dit doe ik echt anders dan wat iedereen vindt dat ik zou moeten doen. En iedereen heeft hier altijd commentaar op. En als jij zo'n situatie hebt, laat me hieronder weten in de reactie. Want ik ben benieuwd waar jij tegenaan loopt. En als je het een toffe video vond, vergeet niet, doe even een duimpje omhoog. Als je het niet hebt gedaan, dan zeker abonneren op het kanaal. Want dan blijf je op de hoogte van alle video's die we nog gaan maken. En kijk vooral ook even terug, want er zijn al superveel toffe video's gemaakt. En met deze twee kanjers achter me. Dus zeker ook terugkijken en natuurlijk abonneren, want er gaan nog heel veel toffe video's komen. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Heb je ze nou allemaal omgegooid? Kan je ze nou niet meer pakken? Hier, moet jij er ook nog eentje hebben? Pak hem maar. Pak hem dan. Nee, pak deze. Hier, dan heb je ieder een eigen. Ja! Oh, vaatje. Ik had er wat ingestopt al. Hier, moet er nog meer in? Ja, jij snapt dat niet, hè? Zoek, zoek. Ja, nee. Precies. Los. Even, jouw keer komt er al uit. Hier, daar zit nog in. Oh ja. Yeah.